Voordat we ons programma nu gaan vervolgen, vraag ik graag even uw aandacht voor het volgende. Op 8 december zal de TROS een televisieopname maken van André van Duin's pretmachine, met onder andere Frans van Duschoten, Corrie van Gorp, Donald Jones, de George Baker selectie en de Robert Carson dancers en natuurlijk ook André van Duin zelf. De opname vindt plaats in het Luxor Theater in Rotterdam. De kaartverkoop start vanaf morgen, 3 december dus, dagelijks van 10 tot 4 uur aan de kassa. U kunt ook telefonisch tussen 12 en 4 uur reserveren onder nummer 010 13 83 26. Dus 010 13 83 26. En voordat we ons programma nu gaan vervolgen, zoals dat staat gepubliceerd met het Heilig Vuur, gaan we opnieuw aandacht besteden aan de trein Gijslingsaffaire. En daarvoor is hier nu actuaas Marcel Bruins. Dames en heren, u hebt misschien in het journaal straks al gehoord dat rond 8:15 vijf mensen de gekaapte trein bij Bijlen hebben weten te ontsnappen. Drie daarvan hebben zich inmiddels bij de politie gemeld. Omdat TROS Actua vanavond geen geplande uitzending heeft, maken wij dankbaar gebruik van de diensten van onze collega's van NCRV's actualiteitenrubriek Hier en Nu. Verslaggever Gijs Brandsma filmde vandaag in de buurt van de gekaapte trein en hij had een gesprek met een van de eerste getuigen. Ik zag de trein stilstaan. Ik dacht eerst nog dat de VO-spoor liep, maar dat was niet zo. En toen kwam er een man hard aanlopen. Dat was van een van het spoor. En die zei dat er een treinoverval gepleegd was. Kwam die man uit de trein? Nee, die kwam niet uit de trein. Die loopt langs de baan om te kijken of alles goed is en zo. Was op hem geschoten? Niet dat ik weet. Heb ik niet gehoord. Even later, een paar uur later, kwamen er drie mensen uit de trein. Die kwamen bij je buren terecht, heb ik begrepen. Ja. Er waren twee vrouwen en een kindje van 3 jaar. En die hadden de eisen bij zich. En wat voor vrouwen waren dat? Nou, was één blanke en één zwarte. Een Zuid-Molukse vrouw? Ja. Maar die had er niets mee te maken, maar die ging naar haar werk in Hogeveen. Heeft die met u erover gepraat dat haar landgenoten dat deden? Nou, niet in zover. Zij stond er helemaal buiten hoor. Zij had er niks mee te maken. Zij wist ook niet verder wat ze wouden of zo niet. Wat hadden de mensen gezien van de overval die in de trein zaten? Nou, dat ze met bivakmussen opliepen. Mijn zoon is. Hadden ze eerst nog een paar keer door de trein gelopen. Mijn zoon is hadden ze gezegd: dit is een overval. En toen moesten ze allemaal in één wagon en de raam dicht plakken met kranten. Die hadden die overvallers meegenomen? Die hadden ze meegenomen met plakband en al. En ze speelden toen met geweren? Ja, ze hadden een geweer in de hand. En de conducteur hadden ze vastgebonden. In dat compartiment? Ja. Hoeveel mensen zaten er in die trein? Nou, ze schatten van een man 40, 50. Weet je ook of er nog mensen geprobeerd hebben weg te komen? Nee, daar weet ik niks van. Er is wel iemand, een van uw naaste buren, heeft geprobeerd erbij te komen, hè? Ja, die zag de trein ook staan. Die dacht, er zou wel iets aan de hand zijn. En die wou kijken dan en toen schoten ze op haar. Maar die hebben haar niet geraakt. Voor het laatste nieuws proberen we nu verbinding te krijgen, dames en heren, met het coördinatiecentrum in Bijlen, waar Paul Hollaar uw verslag zal doen van de jongste ontwikkelingen. Over nu naar Paul Hollaar. Ja, dit is dan het beleidscentrum van de politie en van de justitie hier in Bijlen. In de loop van de avond zijn opnieuw 5 gijzelaars gevlucht. U hebt dat ongetwijfeld al eerder op de avond gehoord. 3 van hen hebben zich bij de politie gemeld. Nog steeds zijn er 2 afwezig. Die hebben zich niet bij de politie gemeld. En de politie stelt pogingen in het werk om hun identiteit vast te stellen en nog met hen te spreken. De 3 die zich wel bij de politie hebben gemeld, die zijn intussen verhoord. En zijn door de politie via een achterdeur weer afgevoerd. Er is medegedeeld dat ze geen behoefte aan hebben om met de pers te praten. En dat is eerder ook al gebeurd. Er staan hier nog steeds voor de deur een grote hoeveelheid panzerwagens van de marechaussee. Maar het ziet er niet naar uit dat die voorlopig zullen worden ingezet. Mensen van de marechaussee hebben me ook verteld dat er geen infraroodapparatuur aan boord is. Er zijn mensen die dat betwijfelen. Maar men heeft ook gezegd dat er weinig aanleiding is om op dit ogenblik stilletjes te proberen met panzerwagens de trein te naderen. Dat zou namelijk sowieso onmogelijk zijn. Een aantal mariniers heeft zich intussen wel ingegraven in de omgeving van de trein. En
zit daar gereed voor actie. Een actie die overigens nog steeds achterwege blijft. Nog steeds heeft niemand hier het teken gegeven voor een aanval op de trein. Nog steeds wordt er geprobeerd om via overleg, hoe spaarzaam dat dan ook is, vandaag slechts 3 maal, tot een goede afloop van deze zaak de mensen te bewegen. U weet, een wachtmeester van de Rijkspolitie heeft al 2 maal toe geprobeerd met de mensen te praten. Een 2-tal mensen van een Zuid-Molukse ordendienst hier uit Assen heeft zich aangeboden om met de Molukkers in de trein te gaan praten. Ze hebben niets medegedeeld over hun conversatie. Een conversatie die overigens niet langer dan 1 minuut heeft geduurd. Hier in het coördinatiecentrum is intussen ook aangetroffen ingenieur Manusawa. Wat die hier kan toedoen aan een goede afloop van de gang van zaken is evenmin bekend. Op het ogenblik wacht iedereen gewoon in spanning af. Nog aan toe kan voegen dat minister Van Acht van Justitie inmiddels heeft laten weten dat hij onder geen enkele voorwaarde zal toegeven aan de eis van de gijzelaars om op reis te gaan. Dat was tot op dit moment hun enige eis die zij hadden gesteld. Wel, tot zover, dames en heren, dan dit laatste nieuws over de treingijzeling. En nu dan aandacht voor het heilig vuur. En vanavond brandt dat heilig vuur van H.T. Weideveld, de gedreven architect die nu, op 90-jarige leeftijd, de balans opmaakt van zijn leven. Een leerling van Kuipers, oprichter van het beroemde tijdschrift Wendingen. Maar Weideveld wil geen reputatie. Hij maakt de indruk van een debutant, van iemand die nog moet beginnen. Naast de schoolvereniging. Ja. Ja, ja. Heeft u hier herinnering aan, meneer Weideveld? Herinnering. Dit is één brok herinnering. Maar zoals dat is, op een oude dag kom je tot het deurdringen weer van wat er zo gebeurd is in je leven. Ik was 12 jaar toen ik op een bureau kwam in Amsterdam. Maar dat tekenen op zichzelf was niet voldoende. Je moest vooral, mijn moeder stuurde mij toen een keer naar een architect en naar een bouwheer in Bloemendaal waar een school gebouwd werd. En dan mocht ik dan de hele bouw meemaken. Echt de praktijk, de techniek. Maar wat was ik? Ik was 13 jaar en ik kwam er als een schooljochie, zou je kunnen zeggen, kwam ik hier. Maar het was prachtig, Bloemendaal. Wat een streek, wat een heerlijkheid. En in het voorjaar was ik hier, herinner ik me. Maar begonnen we de struiken weg te hakken. Het was zo'n oergebied, zou je kunnen zeggen. Stilte overal, auto's bestonden nog niet. En zo gingen we dus, allereerst gingen we de struiken hakken. Na de struiken werden dan paaltjes in de grond geslagen. Ik wist nog niet precies waarvoor, maar dat waren natuurlijk de goede maten van de muren. En er werden touwtjes gespannen. En ik mocht dan zo'n touwtje vasthouden. Dan riepen ze, jongen, trekken, goed spannen. En dan moest ik het zo om een paaltje heen binden. En daar werden dan de sleuven gegraven voor de muren. Toen we op goede hoogte boven de hoofdingang waren, moest daar een tegeltje tableau komen. En toen zei de architect, nou zeg jongen, maak maar een tekening. Toen heb ik de hele tegeltableau, ongeveer van een ruime meter breed en 60 centimeter hoog, heb ik toen in de mooiste lettertjes die ik toen kon tekenen, heb ik Bloemendaalse schoolvereniging erop getekend. Ja.
Ja, zoals ik dat nou zie, is nou precies zoals ik zelf ben. Alles is caduc. Ach, alles wordt veranderd. De ingang is uitgesloopt en alles. Maar wat er nog zit, is Bloemendaalse schoolvereniging. Drommels, drommels, hoe lang is dat geleden? Mijn moeder, die was de stuwende kracht. En ze stapte naar de Oude Kuipers in het Rijksmuseum en nam tekeningetjes van mij mee. En met een fleur de bouche, waarbij ik niks ben, heeft ze de Oude Kuipers overtuigd dat ik bij hem moest komen werken. En dat gebeurde. En zo ging ik in 1889 ging ik naar de Jan Luikenstraat. En daar ging ik naar boven toe, de stenen trappen op, naar het kantoor van de Oude Kuipers. Ik heb dus daar gewerkt tot een keer dat ik daar stond. Ik dacht, wat vreemd, ik zie rook. Ik zie rook uit die toren van de Vondelkerk. En plotseling zag ik vlammen, rode vlammen eruit komen. En ik riep tegen.